Goeiedag. Ik zat na te denken. Nou, in mijn video's lul ik nogal vaak over dingen die helemaal niks met het onderwerp te maken hebben. En dat dan dwars door de hele video heen. Ik dacht, ik zal het eens even anders doen. Ik begin met de dingen die niet over het onderwerp zelf gaan. Daar begin ik mee in mijn video. Want eigenlijk wil ik het niet hebben. Daar begin ik dus mee over studentenhaver. Ik ben een grote fan van studentenhaver. Jullie kennen het wel, dat is een mix van noten met flink veel rozijnen. Vaak veel rozijnen, omdat dat de hele notenmix wat goedkoper maakt. Op zich, ik vind het prima, want rozijnen vind ik lekker. Maar die notenmix, ik vind niet alle noten even lekker. Dus op een gegeven moment, wat hou ik over? Ik hou voornamelijk over hier amandelen. En hazelnoten. En ja, die komen uiteindelijk wel op, maar liever niet, begrijp je. Dus ik dacht, ik ga mijn eigen studentenhaver maken met noten die ik wel lekker vind. Dat plan is eigenlijk ook niet helemaal goed gelukt, want ik kwam thuis met eigenlijk alleen maar pindas en cashews. Dus dat zijn maar twee noten. Dan heb ik gelukkig nog walnoten hier in bakje, dus dat zijn dan al drie verschillende noten. Maar wat je bij studenten de haver dus niet hebt, is dat die noten al een smaakje hebben. Bijvoorbeeld deze is dan pinda en cashew mix met honing en rode peper. Wat een rare combinatie. Daar gaan we weer. Voorbereiding is alles. Waar is mijn schaar? En dit is dus nog steeds waar ik het niet over ga hebben. Even kijken. Zo ongeveer. Oh. Die zijn werken wel uit de oven. Zien er een beetje geroosterd uit. Lekker zacht. Wat was het nou? Honing en rode peper. Ik proef de honing. Zoetje. Beetje gesuikerd. Beetje als gesuikerde peper. Oh. Ja, en dan komt de peper ook een beetje door. Maar matigjes. De peper komt steeds meer door. Al iets minder matigjes. Al iets meer peperig, zal ik maar zeggen. En deze? Honing en zeezout. Oké. Honing en zeezout. Niet alles. Honing en zeezout. Nou, dus noten met peper en zout. En honing. En de peper komt steeds beter door, hè? Zout. Wel. Maar niet ongezond zout. Ja, en dan doen we dan wat. In dit geval jouw rozijnen. Heb ik wel. Maar ik heb nog een zakje cranberry staan. Dus die doe ik er ook bij. En dit zijn dan gezoete cranberries. Dus die smaken eigenlijk net als rozijnen. Maar die vallen dan meer in de categorie superfood. Dus dat is hartstikke gezond. Nou, en dan doen we dit. En voilà, mijn eigen studentenhaver. Specialty mix van Hans. Maar daar wil ik dus niet over hebben. Dus waar ik het wel over wil hebben is, ik was laatst bij de Action, want ik wilde wandelsokken en ik wilde flanellen hoeslaken. Met de winter en alles, ik heb goede ervaring met flanellen beddengoed. Dus. Dan hadden ze geen sportsokken in mijn maat en ze hadden ook geen flanellen hoeslaken. Maar dat hoeft bij de Action helemaal geen probleem te zijn, want je komt toch altijd met andere dingen thuis dan je eigenlijk van plan was aan te schaffen. Dus ik kwam thuis met twee zakken Milky Way Minis. Ja, die doen het heel goed hier in dit huishouden. Een fles Robijn wasverzachter. Ik was nooit met wasverzachter, maar ja, die was zo goedkoop, ik kan hem niet laten staan. En, ook wel interessant, dit zag ik staan. In vier varianten en ik heb ze alle vier. Asian Favorites heet dat. Per stuk €1,29. 250 gram Asian Favorites per verpakking. En voor die prijs, ik kom niet laten staan. Wat is dit? Dit is bijvoorbeeld deze. Asian Favorites. Dit is Green Curry Chicken with Rice. Daar zo, Green Curry Chicken with Rice. Dan heb ik ook nog teriyaki
teriyaki chicken with noodles. Teriyaki chicken with noodles. Niet te vergeten de Indian korma chicken with rice. En alle drie, ja goed, als je dit ziet. Heb ik die al gehad? Ja, die heb ik al gehad. Deze nog, dat is de Indian butter chicken with rice. En die zitten alle drie van die vier. Zijn dus voornamelijk rijst. Hier, pakjes rijst. Je denkt, is dat nou alleen maar rijst? Nee. Want er zit onder die verpakking, onder dat dekseltje. Daar zo, hier. Zit een zakje. En dat de inhoud van dat zakje gaat dan bij die rijst. En dan heb je iets wat lijkt op wat die omschrijving vertelt. Dus in dit geval zou je dan hebben, in eerste plaats, gigantisch veel rijst. En dan iets met green curry chicken. En dat, als ik de ingrediëntenlijst even... 57% rijst. Valt me nog mee. En die 57% rijst bestaat dan voor 98,5% uit rijst. Ja. Ja, nog wat olie, een beetje olie. En, groene currysaus. 4% gekookte kip. 4% van 250 gram is toch al snel bij elkaar 10 gram gekookte kip. Dus een kipmaaltijd voor €1,29. En dan zal voor dit soort dingen wel ongeveer een zuiderverhaal opgaan. Ja, daar heb je die rijst weer. Verder. Korma saus, ik weet niet wat het is. Oh, iets met kokosnoot extract en ui. En weer die 4% kip. En suiker en... het is goed. En deze, dat zal dan ook wel... Zou die ook weer 4% kip hebben? Wat? Dit is Indian butter chicken. Ja, chicken. 4%, ja, 4% kip. En dit is dan een gevalletje apart. Kijk, die heeft niet dat wat die anderen hebben. Die rijst. Deze niet. Dit zijn noodles. Ik heb het nog niet uitgepakt. Ik weet niet wat erin zit. Het is teriyaki chicken with noodles. Hoe moet dat? Openmaken. Ja, staat er zelfs in het Nederlands op. Open het doosje voor gebruik. Hoe handig. Dan, inhoud van het pakje noodles en saus. Mengen in het doosje. Oké. Okay. Oh, de bedoeling is dat het in het doosje... Wat leuk, dat lijkt wel als een Chinese takeaway, wat je altijd in die Amerikaanse films ziet. Ik heb nog wel stokjes om het te proberen. Ja, ik heb wel stokjes, maar kan ik ook stokjes? Ken ik stokjes? Nee. Hoeveel kip zit hier zo weer dan? Ik kom er nog niet tegen. Teriyaki saus. Ah, 4% gekookt kip. Oké. Nou, ik zou het allemaal geen volwaardige maaltijd willen noemen. Met name vanwege die 250 gram. Ja, je 2 ons groente en fruit kun je op deze manier wel... 2 ons groente en 2 stuks fruit kun je op deze manier wel vergeten. En qua eiwitten valt het met die 10 gram kip ook wel mee. Komen we eigenlijk uit op voornamelijk koolhydraten, denk ik zo, rijst. Hè? Ja. Witte rijst, dus ook weinig vezels. Voor €1,29 wil ik het wel een experimentje wagen. Ik ga dit niet in één keer opnemen. Ik krijg die 4 bakken niet in één sessie weg. Dus ik kies er willekeurig 2. Ga ik proberen. Stop ik in de magnetron, als dat moet. Ja, magnetron. Ik zie overal een magnetron. 2 minuten. Water hoeft er niet bij, volgens mij. Nee. Nou goed, ik ga er 2 proberen. Ga ik dadelijk verder. En dan vertel ik wel of het wat is of niet. Niet dat ik er verstand heb van heb. Ik bedoel, ik heb helemaal geen... Indische boter kip met groene curry. Ik heb wel een vaag idee van wat het dan ongeveer. Maar ik ben bepaald geen autoriteit op het gebied van Indisch. Het is allemaal Indisch. Asian. Die is Indisch. Die is Indisch. Ja, groene curry. Dat is volgens mij ook Indisch. En dit is dan. Wat was dit? Teriyaki. Nee, dat is dan meer. Verder weg dan Indisch. Indisch. Indias. Indias. Dat had ik moeten zeggen. Indias. Goed, dan ben ik lust kwijt. Ik ga er 2 proberen en dadelijk verder. Goed, dat was dus gisteren. En ik heb ondertussen inderdaad al 2 van die bakjes op. Kijk maar, dit is alleen nog maar de verpakking. Ik was weer eens niet zo handig. Die camera daar, er zit een nieuwe microfoon op, een externe microfoon. Maar als je dan opneemt, dan moet je wel de microfoon aanzetten. Ja? Dat was ik dus even vergeten.
Dat was ik ook vergeten, trouwens, bij die eerste scène die jullie daarnet hebben gezien. Maar gelukkig had ik nog het geluid van deze, want die was ondertussen ook aan het opnemen. Dus misschien hebben jullie het gehoord aan het geluid dat die zakjes wel erg hard kraakten en zo. Maar dat kwam dus omdat die microfoon aan niet... Met andere woorden, ik weer naar de action, ja, want ik wil die review toch afmaken. Dus kijk, twee nieuwe pakjes die ik dus eigenlijk al op had. Ze hadden weer geen sokken, ze hadden weer geen flanellen hoeslaken. Wat ze wel hadden, wat ik niet nodig had, was... niet dat het kwaad kan, hier zo'n reet chocolade, dus heb ik die maar... en een handig thermoshirt, wat toch wel erg dun is uitgevallen. Maar wat verwacht je voor €2,72? En, wat ik bij nadere inzien misschien toch wel... is nodig zou kunnen hebben, nou het weer kouder wordt, een handige muts. Dan heb ik al twee van die mutsen, maar goed, een derde muts kan geen kwaad. En voor €1,21, waar hebben we het over? Maar goed. Scene 2, take 2, zal ik maar zeggen. Openmaken die handel, dus even kijken wat erin zit. Ja, dat weet ik al, maar jullie nog niet. Jullie hebben het dus nog niet gezien. Kijk, dat is dus niet zo handig ingepakt. Rijst. Dat hebben ze dus allemaal, behalve met die noedels. En zo'n zakje, dat ziet er nog redelijk royaal uit. Dat is een redelijk mooi groot zakje van goed materiaal ook. Dat is niet, daar is niet op bezuinigd naar mijn idee. Maar goed, daar moet dus even de magnetron in. Ik ben zo terug. Zo. Twee minuten. En dan is hij goed heet. Kijk, en heb ik gisteren dus al ondervonden dat dat spul, in dit geval hebben we het over de, wat was het, de green curry chicken with rice. Groene curry kip, dat die behoorlijk pittig is, behoorlijk pittig. Dus kijk, uit voorzorg, glaasje melk om te blussen. Dus wat dat betreft, dat weet ik al, jullie nog niet, weet ik dat die behoorlijk pittig is. En dat ziet er op dit moment uit, kijk, die zou het zo met een vorkje leeg kunnen lepelen natuurlijk, tijdens de lunch op je werk, even in de magnetron, klaar, hap, snel weg. Maar ik wil het netjes houden, ik doe het op een bordje. En dan kunnen we ook zien, hij is goed heet hè, en dan kunnen we ook goed zien wat er zoal in zit. Daar hebben we dan die camera weer voor. En gisteren dacht ik dus, kijk, groen, zie je dat, groen, groene dingen. Ik dacht, deze al helemaal, boontjes, dacht ik, boontjes. Ja, dat kan best wel bij India's eten. Nou blijkt dat, dat denk ik achteraf eerlijk gezegd, er zitten ook helemaal geen boontjes in volgens de verpakking. Dit zijn groene pepertjes. En ik moet zeggen, groene pepertjes zijn best wel pittig hoor. Daar kwam ik dus achter. Nou, daar ga ik nou weer achter komen. In elk geval. Mijn god. Daar komen we achter. Heet voedsel blussen met melk, hè? Niet met bier of zo. Kan dat ook, dat weet ik niet. Melk in elk geval. Want je zou het niet verwachten van zo'n goede koop dingetje. Dat er maar rempel verdomde veel smaak aan zit. Als je gemaksvoedsel maakt, dat moet een beetje door iedereen weg te werken zijn. Dat moet een beetje smaken van, ja, een beetje matig. Van, geen sterke uitgesproken smaken, maar dit spul, dat is dus bijzonder uitgesproken pittig, peperig. Ja, ik had het in elk geval niet verwacht. Dus wat dat betreft, petje af voor de koks van Asian Favorites, dat die het hebben aangedurfd om zoiets stevigs, daar ben ik persoonlijk niks gewend eigenlijk. Ik gebruik zelf ook, mijn kruidingen gaan niet verder dan zout en peper. Ik heb er gewoon te weinig verstand van. Een tintje knoflook als ik me stoer voel. Maar daar is ook wel ongeveer mee gezegd. Kijk wat er verder in zit. Hier zoiets. Dit zou zomaar een bamboescheut kunnen zijn. En inderdaad. Kip. Die 10 gram kip, weet je wel, 4% annex 10 gram. En dat ziet er dan zo uit. Nou ja. En voor de rest, het is niet droog. Het is ook niet nat of zo. Het is niet dat het in een plasje draait.
Dat ziet er allemaal uit. Dit is niet, niet overdreven te droog of te nat. Dit is eigenlijk precies goed. En nou, als je bij wijze van snelle trek eens een keer een pittige hap wilt, hey God, dan is dit niet verkeerd. Mijn neus gaat ervan lopen. Groene currysaus, en die bestaat uit water, kokosnootextract, long bean, lange benen, lange bonen, toch? Zitten toch boontjes in? Aha, bamboescheuten, ja. Suiker, rice bran oil, ik weet niet precies wat dat is, dat zet ik hieronder wel neer. Green chili, ja, die chilipepertjes, shallotjes, citroengras, knoflook. Galangal, zout, kaffir, ik kan het niet lezen, maar kaffir lime leaf, gemodificeerd zetmeel, garnalenpasta, en er staat hier helemaal niks van, E-nummers of geur, smaak, kleurstoffen, staat er allemaal niet op. Natuurlijke ingrediënten dus, alles bij elkaar. Het raarste wat erin zit is dat gemodificeerde maïszetmeel. Ik ben onder de indruk. Ik ben werkelijk onder de indruk. En dat voor 1,29 euro. Ik maak onbeschaamd reclame voor de Action in dit geval. Lekker. Jawel. En dadelijk dan de Indian Butter Chicken with Rice. En dat kan jullie al verklappen, die is ook niet verkeerd. Zo. En dan hebben we nummer 2. Ik heb er voor lol in te krijgen. Even kijken. Ik wil het eerst eens even laten zien. Ik heb ze nog niet door elkaar geroerd. De rij staan de ingrediënten. En dan ziet het er zo uit. En het licht is zwaar waardeloos. Momentje. Is dat... Oh, nog knip. Zo ongeveer. En je ziet. Qua ingrediënten. Dat ziet er ook wel niet verkeerd uit. Ik zal hem eens even... op het bordje doen, zo. Even kijken wat daar dan allemaal in zit. Nou, in elk geval iets van, ik kan het niet lezen, man, het licht is waardeloos hier. Rijst. Dan heb je die rice bran oil weer. En saus 43%, dat hebben ze allemaal, want de rijst is altijd 57%. Iets met gemarineerde tomaten, water, kokosnoot, extract, draaide kip weer 4%, ui, chickpea, kikkererwten, zout, rice bran oil, 0,4% boter, kruiden en specerijen, knoflook, gember, gemodificeerd zetmeel, cane vinegar, rietsuiker, azijn of iets, dat weet ik even niet. Bietenvrij azijn, ik weet het niet. Maar wederom, geen E-nummertjes, geen geur, reuk, smaak, kleurstoffen. En hele dingen, geen gemalen zooi. Kijk eens hier, een heel ding. Een echt heel groot ding. En dat zou dan wel eens zo'n kikkererwt kunnen zijn. Het ziet er een beetje saté-achtig uit qua kleur, maar het is dus geen saté. En hij is ook niet gepeperd. Nee. Wel mild, is die een beetje zoetig, tamelijk dik sausje, lekker. Nou hoor, ook dit, ja, bonen en rijst, zeg maar echte en rijst, de pulvruchten eruit, een goede combinatie, en ook dit weer, best wel een volle smaak, voor zoiets simpels, voor zoiets kant-en-klaars, zeg maar. En die rijst is ook goed. Een beetje zouteloos, maar dat is juist goed tegenwoordig. Eventueel zou er zelfs nog wat zout misschien bij kunnen doen. Maar als je die rijst zelf gekookt had, dan zou je zeggen van zo, dat heb ik goed gedaan. Die is goed gelukt, jawel. Niks geen rare harde stukjes. Of dat die juist te zacht is. Of dat het meer op rijst te breien ligt of op iets wat geen gekookte rijst is. Zoals die hoort te zijn. Ja.
ideaal. Jawel. Wat ik al zei, zo op je werk, voor de snelle trek tussendoor. Een lunchje of een brunchje. Voor je 4 uur dip of je 3 uur dip, hoe laat, afhankelijk van hoe laat je dip je hebt. Ha! Goed te doen. En ook nog redelijk krokant. Geen weken slappe, zompige hap. Nee. Die kijk krijg je dus ook nog behoorlijk. Ja, dat hij een bite heeft, kan ik niet zeggen, maar... Ja. Hij blijft nog redelijk heel. Hij valt uiteen tot brokjes. En niet tot natte meelklomp of iets. Alweer onder de indruk. Hoi. Daar houd ik het voor vandaag bij. Tot nu toe dik tevreden over de Indian Butter Chicken with Rice en over de Green Curry Chicken with Rice. En dan morgen krijgen we nog de Indian Korma Chicken with Rice. Korma, ik zal eens opzoeken wat het is. En de noedels. En voor vandaag houd ik ermee op. Want ik wil straks nog pannenkoeken maken. En dan moet ik dit niet allemaal al binnen hebben, want dat wordt te veel voor één dag. Mensen, voor vandaag tot zover. En over een paar seconden is het ineens morgen. Hey, tot zo. Je t'aime. Je t'aime. Tijd voor review nummer 3 alweer. Indian Korma Chicken with Rice. Dan kwam ik erachter. Ik zit steeds dat Engels te vertalen. Wat van die ingrediëntenlijst wat er allemaal in is. Maar het staat er ook in het Nederlands op. Zie ik nou pas. Wat ik ook net pas zag. Ik zat hem ook heel moeilijk open te maken steeds. Dus hier, nee, je kan die gewoon een stuk makkelijker open. Kijk. En hopla. En een goede reviewer. Dat hij begint met zijn review. Die weet dat al. Die heeft dat al bekeken. Die heeft dat voorbereid. Ik niet. Maar goed, ik dit dadelijk 2 minuten zo terug. En wat een goede reviewer ook doet, waar in elk geval op let, is als die aan de opname begint dat de microfoon aanstaat. Die stond er net dus weer niet aan, dus het stukje wat jullie net hebben gezien, het geluid komt van die camera weer. Nu komt die wel van de nieuwe microfoon. Dus ik had de vorige keer wel bedacht, had ik gezegd van dat ik hem aan had gezet. Maar ik kwam erachter dat ik hem niet had uitgezet. Dus hij bleef maar aanstaan. En hij krijgt zijn voeding van zijn eigen batterij. Veel microfoons hebben daar een normale batterij voor. Oplaadbaar en zo. Maar deze microfoon heeft van dit soort batterijtjes. Van die knoopcelletjes. Dus als je die aan laat staan, die zijn vrij snel leeg. Knoopcelletje nummer 3. In een week tijd. Goed, om maar aan te geven dat... ik het allemaal wat beter zou kunnen voorbereiden, dat ik niet zo handig ben. Deze. Korma saus. Heb ik opgezocht, korma saus. Dat heeft te maken met dat het heeft te maken met de vleesbereiding. Dat het eerst is geroosterd en daarna gesmoord, gestoomd, dat soort werk. Nou lijkt me dat sterk dat ze dat met dit ook hebben gedaan. Want daar zit weer die 4% gekookte kip in. Wat je met korma saus ook vaak hebt, dat het met zuivel wordt bereid, met yoghurt of melk. Er zit hier wel kokosmelk? Nee. Kokosnootextract. Oh, wacht, er staat er in het Nederlands op. Het staat er dus ook in het Nederlands op. En ik maar met dat Engels proberen te vertalen, simultaan. Trouwens, die rijstolie. Rice brain oil. Rice bran oil, moet ik zeggen. Dat blijkt dus gewoon... rijstvliesolie te zijn. Dat staat er gewoon. Verder is niet zo interessant. Kokosextract. Er zit dus in elk geval geen zuivel in die korma saus. Maar even proberen. Even laten zien. Zo ziet dat eruit. Camera loopt. Ja. Ik moet check, dubbel check, drie dubbel check. Hopla. Kijk. Zo. Oh. Heet. Goed heet. Wederom. En een glaasje melk voor het geval het weer verdraaide pittig blijkt te zijn. Het ruikt. Ja. Het ruikt wel een beetje pittig. De kleur, je hebt het gezien. Stukje kip.
Wederom, denk ik. Ik denk dat dit kip is. Gaan we achterkomen. Ja, dat is de kip. Even kijken of ik verder nog iets van ingrediënten kan vinden. Zonder op de ingrediëntenlijst te kijken. Ik zie eigenlijk alleen maar kip. Alleen maar stukjes kip. En dat bruine sausje dan. Inderdaad, iets van pittigheid heeft hij wel. Lussen. Eens even kijken. Kokosnoot, kokosextract, ei, kip, suiker, rijstvliesolie, zout, tomaat, knoflook, kruiden, specerijen, gemodificeerd maïszetmeel, gember, kleurstof. Voor het eerst daar kleurstof zie staan. En die kleurstof is dan paprika-extract. Dat was het. Dus niet geen kikkererwten of bamboescheuten of wat dan ook. Het is die kip in dat sausje. Dus wat dat betreft is die qua gevuldheid de minste van de drie tot nu toe. Maar. Maar qua smaak. Ja. Nee. Qua smaak is die ook de minste. Rijst met een stootje. Stootje. Met een sausje. En hier en daar een stukje kip. Maar, nee. Hier ben ik niet kapot van. Hij is nog steeds wel te eten. Maar als je dan toch 1,29 euro wilt uitgeven. Dan zou ik de voorkeur geven. Aan een van deze twee. Als je op de kleur let bij de actie. Deze twee wel. En deze niet. Oké. En dadelijk dan de afsluiting de noedels. Deze teriyaki chicken. Dat zou toch wel apart moeten zijn. Gaan we achterkomen. Oké. En die noedels zijn dus ook anders ingepakt. Geen pakje met rijst, maar een zakje met noedels uiteraard. Kijk. Zo ziet dat eruit. En een zakje met inhoud. Dat heeft hij dan gemeenschappelijk met die rijst. Voor de rest hetzelfde. Niet helemaal zeggen. Dit gaat in het bakje. Dit erbij, maar wel weer 2 minuten in de magnetron. Dus, tot zo. Oh. Dat ziet er al een stuk interessanter uit. Kijk, lukt dat? Ik zal er weer even een lampje opzetten. Voor alle zekerheid. Zo. Kijk. Echte grote brokken. Ik zie wortel. Ik neem aan dat dat wortel is. Wat zit er eigenlijk in? Ja, dat staat dan weer. Daarop. Een heel andere inhoud natuurlijk vanwege die noedels. 43% teriyaki met gekookte kip. En 57% noedels. Teriyaki saus, water, sojasaus, sojaboon, tarwe, bloem, water, zout, suiker. 4% gekookte kip. Shiitake, zo, gemodificeerd maïszetmeel, gember, zout, rijstvlies, olie, knoflook, kleurstof, paprika extract weer, maar weer geen kleur, geur en smaakstoffen. Dus, ja, we zouden het kunnen doen, kijk, stukjes. Zo doet de professional dat natuurlijk en zo hoort dat er ook uit te zien. Dat zie je altijd in die Amerikaanse films en politie-series, dat die agenten, die hebben geen tijd en die artsen en zo, om fatsoenlijk echt eten te doen, dus die gaan naar de Chinees en dan doen ze dat zo. Met die stokjes. Zo doen ze dat. En dan. Verrek. En dan blazen ze wat. Ja. Nee. En toch smaakt dat. Oosters. Naar Chinees. Naar teriyaki. Het is wel erg bewerkelijk. Dat, je zou er bijna honger van krijgen. Van dat gedoe met die stokjes. Te veel werk. Momentje. Kom maar even. Zo. Toch handiger. En dat ziet er dan zo uit. Kijk. Dan zitten alle lekkere neien aan de onderkant. Ja, dit is, lijkt toch verdacht veel op een wortel. Zou ik zo zeggen, een stukje wortel. En best wel veel, daar nog een stukje. Diverse stukjes wortel.
Als dat wortel is, is er weinig meer van te proeven. Maar inderdaad, iets van het teriyaki, van het geroosterde vlees, weet je wel, gemarineerd en zo. Dat is inderdaad. Ah, ook weer heet. Heet in de zin van warmte, niet in de zin van peper. De peper zit er niet in, weinig, maar ik proef het niet. Sorry hoor. Die stukjes kip zien er ook achter, anders uit. Die zou ik bijna voor stukjes varkensvlees kunnen aanzien. Ja, met een vork. Oh, sorry voor het geluid. Maar ook dit. Het is moeilijk weg te krijgen dan hieruit. Maar ook dit maakt weer een... Nee, maakt niet een indruk. Dit is goed te eten. Ook alweer. Waarbij we dus niet de prijs moeten vergeten. 1,29 euro, daar heb ik het over. Elk van die vier bakjes kost 1,29 euro. En dan heb je iets wat toch lekkerder is dan willekeurige andere dingen van 1,29 euro. Wat je daar überhaupt voor kunt krijgen. Behalve je gebruikelijke muesli-repen, je granola, je ontbijtkoekje, je noedelsoep, weet je wel. Ik vind dat die fabrikant, die Asian Favorites, ja, dat die een goed product op de markt heeft gezet. Voor een hele goede prijs. Ik zou zeggen, met z'n allen flink inslaan bij de Action. Voor die momenten dat je van die slappe honger hebt, van die matige trek van ik moet iets, anders word ik flauw iets. Daar is dit spul uitstekend voor geschikt. Ik ben onder de indruk. Wel. Ja, die stokjes dat... Laat me lekker zitten. Dit is uitstekend te doen. Aanrader. Verder heb ik niks te zeggen. Ik ben klaar. Het heeft toch nog langer geduurd dan de bedoeling was eigenlijk. Alles bij elkaar. Niet dat je denkt dat ik zoiets achter elkaar schiet, even knippen en plakken in een videobewerking en dumpen op YouTube. Nee. Dit heeft me eerlijk gezegd 4 dagen gekost, alles bij elkaar. Ik ben dan ook een echte videovlogger. Hè. Een beetje vlogger zetten elke dag iets op. Ik heb de tijd niet voor. Dit kost al tijd genoeg. Mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer maar weer. Ga nog even door. Dit komt wel op hoor. Jawel.